In de toekomst zullen we meer toe moeten naar plantaardige productie en minder naar dierlijke productie. En dat betekent dat in de toekomst gewoon veel minder dierlijke mest beschikbaar komt voor de bedrijven die puur plantaardig telen. En daar speel ik op in door een alternatief te zoeken voor dierlijke mest. En dan zoek ik het uiteraard niet in kunstmest, maar in plantaardige mest. Ik ben Joost van Strien. En wij telen verschillende soorten groenten en granen met veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid. Dit wordt ook wel veeloze landbouw of in het Engels stockless farming genoemd. Veganic farming en in het Nederlands zou je dan kunnen zeggen veganistische landbouw. Kijk, ik ben maar een heel klein schakeltje in de totale voedselproductie natuurlijk. Maar op mijn bedrijf wil ik wel een systeem ontwikkelen dat geschikt is om op grote schaal met relatief weinig landgebruik voedsel te produceren. En dat is belangrijk om bij een groeiende wereldbevolking niet alsmaar meer landbouwgrond in gebruik te nemen ten koste van de natuur. Want dat gaat ten koste van de draagkracht van de aarde. Wat wij hier op ons bedrijf doen is ten eerste heel goed voor de bodem zorgen. Het bodemleven zelf kan al heel veel voedingsstoffen vrijmaken uit de kleideeltjes, uit de bodem zelf. Daar zitten enorme voorraden in, zeker hier in Flevoland. Dus een goed bodemleven is belangrijk. Schimmels, bacteriën, wormen, daar zorgen wij heel goed voor. Dus we ploegen niet. We zorgen dat de bodem vrijwel altijd bedekt is met een gewas of een groenbemester. En wat we daarnaast doen, is onze eigen plantaardige mest telen. En eigenlijk is het niet veel anders dan veevoer telen, maar dan niet door een koe laten opeten en de mest vervolgens gebruiken. Maar dat veevoer voeren we eigenlijk aan onze wormen, aan ons bodemleven. Dus er komt iets meer werk bij kijken. En het is duurder, omdat wij die maaimeststoffen op het bedrijf houden om als meststof te gebruiken. Dus we lopen wat inkomsten mis. Aan de andere kant hoeven we natuurlijk ook geen mest meer aan te kopen. Uiteindelijk zullen we toe moeten naar een echte kringloop waarbij we ook de mineralen die het landbouwsysteem verlaten, gewoon met de producten die we verkopen, om die mineralen weer terug te halen het landbouwsysteem in. Dat is de enige manier om een duurzame voedselproductie te creëren zonder dat we die kunstmest nodig blijven hebben. En dat is nog een lange weg, dat duurt misschien nog 10 of 20 jaar, maar dat is wel waar we naartoe moeten. Het is financieel winstgevend. Maar het is ook winstgevend als je kijkt naar biodiversiteit, naar bodemvruchtbaarheid, naar koolstofopslag. Ons organisch stofgehalte stijgt in de bodem. En dat vind ik allemaal winst. Dat vind ik pure winst.